Ik ben gezegend met een aangeboren stofwisselingsafwijking. Nee, je gaat er niet aan dood, maar ongemakkelijk en oncomfortabel is het wel. Ik kan namelijk niet zomaar alles erin stoppen, want dat pikt mijn lichaam gewoon domweg niet. Dus aan de ene kant heb ik een soort platform met erop wat goed is voor me, wat slecht is voor me, wat ik zou moeten eten, wat ik vooral beter kan laten staan. En aan de andere kant heb ik een plateautje met wat ik lekker vind en wat ik niet tevreden vind. En guess what? Die twee matchen voor in ene meter. Waar ik van hou, wat ik lekker vind, daar zit of suiker in, hè, Mona-toetjes, chocola, cola, of het is Aziatisch. Aziatisch eten, wat heb ik dat toch altijd graag gedaan. En hoe heter, hoe beter voor Peter. Maar ja, dat gaat dus nu eigenlijk niet meer nu ik ouder word. Dat is toch wel heel erg treurig. Voorbeeldje, mijn favoriete Indiase restaurant, Tagore, in de Utrechtse straat in Amsterdam. Die hebben een geweldige tandoori kip met een heerlijke, zachte, roze yoghurtsaus. Ik noem het de sluipmoordenaar, want je merkt er niks van. Hè? Ja, nee. Maar als je thuis komt, s'nachts in bed, je schroeit de gaten in de lakens. Dus wat dat betreft denk ik dat ik wel een oplossing heb ook voor de gasprijs. Of liever gezegd, ik ben de oplossing voor de hoge gasprijs. Geef mij één goede rijsttafel per week en stop aan de andere kant een gaspijp in mijn hol. En je kan Poetin alle sancties opleggen die je wil, want je bent nergens meer van afhankelijk. En Groningen was achteraf denk ik ook niet nodig geweest.